Ja, Skeleton, ik heb even geen zin in jou. Ik ben op zoek naar... Ja! 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 Nee! Weer... Oh, wat moet ik nou met string alleen? Oh... Come on! Hey kijkers van Kicks Games, jullie kijken naar deze nieuwe video. We zijn weer een beetje begonnen met video's maken op Kicks Games. En nou, niet gewoon weer iedere dag, maar gewoon af en toe. En bingo, dat deed ik natuurlijk bij DDC. En nou, dat deed ik met plezier samen met Duffy af en toe aan mee. En ik vond het gewoon echt een hele leuke game. Dus ik dacht, weet je wat? Ik ga dat gewoon voor Kicks Games spelen. Af en toe even lekker een potje. Er is iemand die me herkend heeft. Die vraagt of ik een screen wil doen in Lobby 1. Maar we gaan nu eerst even een potje spelen. Ik weet nog niet welke dingen ik ga doen. Ik zie daar dat ik 2 stenen tools kan maken. Wat iron met redstone en gold zou ik een rails kunnen maken. En met leer. Maar redstone en gold, dat gaat nogal lastig worden, denk ik. Dus ik denk dat we een andere rij gaan doen. Welke, dat weet ik nog niet. Maar in ieder geval moeten we wat stenen tools hebben. Dat sowieso. Even kijken waar we... Oh, een village. Oh, daar kunnen we misschien wel al gelijk wat leuke tools vandaan toveren. Dus daar gaan wij als eerste kijken. Mensen, ik hoop dat jullie het leuk vinden dat er weer wat video's op Kicks Games verschijnen. Ivar zal ook terugkeren met Harry Potter. Carré zal af en toe weer meedoen. Rafael en... Oh, hallo. Rafael en Peter die komen ook af en toe gezellig joinen. En we gaan gewoon zorgen dat er voor jullie genoeg te vinden is op het kanaal. Maar alles op zijn tijd. Ik hoopte toch eigenlijk wel ergens een kistje te vinden. Maar tot op heden heb ik hem nog niet gevonden. Oh, hier is het een kistje. Ja. Letterlijk het laatste huisje die we bekijken, daar zit een kistje. Of niet? Huh? Is er gewoon... Sorry, WhatsApp geluiden, jongens. Ik weet dat jullie daar niet zo fan van zijn. We kunnen wat... God, jongens. Het gaat allemaal weer niet van een leien dakje, hoor. WhatsApp blijft ook rustig doorgaan. Even kijken. Waar gaan we naar beneden? Ik denk dat we misschien maar naar die bergen toe moeten daar op de achtergrond. Ik neem nog voor de zekerheid wat hout mee. Dan nemen we de crafting table mee en dan gaan wij op pad in de cave. Tenminste, we hebben nog geen cave gevonden. Jongens, WhatsApp blijft maar doorgaan, jongens. Ik zal zorgen dat de volgende aflevering niet meer aanwezig is. Maar wij gaan eens heel even kijken of we hier ergens een caveje kunnen vinden. Of iets naar beneden in ieder geval. Ik gok van niet. Hier gaan wij beginnen. Dank u wel. Nou, hier. We hebben gelijk een mineshaft met wat iron beneden. Hier ligt ook wat iron. Maar daarvoor moeten we natuurlijk eerst steen hebben. Stenen tools. Dus daar gaan we heel eventjes voor aan de slag. Wessel, ik zag daar jouw hel emoticon. Geen tijd voor verdriet. Ik geef je shout-out. Wessel PSV. Wat een baas dat hij meespeelt in mijn potje. En ja, die screen. Misschien dat ik zo meteen wel eventjes naar lobby 1 kom voor jou. Dan maken we even een leuke stream. Leuke stream. Screen samen. Komt helemaal goed. Onze oven is... Nou, jongens. Alles tieft uit mijn handen. Oké. Dan gaan we heel eventjes aan de slag met... Zo. Gaan we aan de slag met wat stenen tools. En dan kunnen wij... Aan de slag. Wow. Oh nee, die hadden we net niet nodig in stenen tools. Oké. Deze. Juist. En laten we dan maar ook maar die hoe maken. Dan hebben we in ieder geval wat puntjes. Dat is dan misschien... misschien nodig. Goed, zullen we voor de zekerheid een stenen zwaardje maken. Voor als we worden aangevallen. Die zetten we even hier neer. Die zetten we even hier neer. Goed, dan moeten wij omhoog. Nou heb ik niet heel veel hout meer. Dus dat gaan we wel even pakken hier zo. Want hierboven zit kool. En daar hebben we wel nodig om de iron te smelten natuurlijk zometeen. Dus die gaan we eventjes meepikken. Ja, dank u wel, dank u wel, dank u wel. Val maar gewoon naar beneden. Ik ga niet opzij namelijk voor jullie. Zo. Dat valt wel op de grond. Zo gaan we weer naar beneden. En daar ligt natuurlijk de eerste iron al. Dus dat komt allemaal hartstikke goed uit. Dan gaan we die gewoon lekker weghakken. En dan gaan wij voor de schep... Een iron sword. En misschien dat die spider eye en dat gouden helmpje. En een octopus vinden voor een inktzakje. Helemaal niet zo'n slechte line is om te gaan doen. Een spin kunnen we vast hier in de buurt wel ergens vinden. In de mineshaft. En een inktzak lukt ook wel. En misschien dat we hier beneden wel al gewoon wat goud zien liggen. Laten we gewoon eens gaan kijken. De iron doen we hierin in ieder geval. En eens even kijken of we wat goud kunnen spotten vanaf hier.
Soms is dat wel vrij snel te zien, maar voor nu zie ik voornamelijk iron en coal. Dus ik denk dat we toch nog iets verder moeten gaan zoeken daarvoor. Maakt niet uit, dat doen we gewoon. Maar volgens mij staan we wel een beetje achter. We hebben te lang lopen treuzelen. Ja. We hebben toch weer een item erbij. Nou, iron sword moeten we ook maken. En daarna maken we wel onze pickaxe. Zo. En hebben we alweer genoeg? Nee, we moeten nog wel even helaas. Ik gooi deze er ook maar gewoon eventjes bij. Ja, wat is wijsheid? Wat kool erbij? En ja, eigenlijk moeten we gewoon op zoek naar... Oké, we hebben genoeg voor de pickaxe. Naar goud. Op zoek naar goud. Geef ons goud. Op zoek... Oeh. Wie weet jongens. We gaan gewoon even kijken. Gun je broeder wat goud. Gun je broeder wat goud. Een vleermuis. Een spin moeten we ook nog vinden voor de spider eye. Dus het is nog helemaal niet zo'n slecht idee om hier gewoon wat dieper die cave in te gaan. Ja, dan moeten we wel goud vinden natuurlijk. En op dit moment heb ik het nog niet heel veel gezien. Gaan we hier verder naar beneden? Het is een beetje donker voor jullie op beeld. Dat besef ik. Oh, goud. Ja, jongens, we hebben goud, we hebben goud, we hebben goud. Oh, maar dit is maar één goud. Dit is ook niet genoeg. Redstone. Oh, hier. Hier is nog meer goud. Nog meer goud, nog meer goud. Nog meer goud. We moeten namelijk wel net genoeg hebben voor een helmpie. Oh, jongens, hier gaan we het mee halen. Dit is genoeg voor het helmpje. En dan gaan wij deze cave zo snel mogelijk weer uit. Op zoek naar een inktzak en een spinnetje. Want volgens mij wordt het langzaam wel nacht. En dan gaat het helemaal goed komen. Ik heb er vertrouwen in. Ik heb er vertrouwen in dat dit best wel een moeilijke kaart is. En dat wij dit gewoon kunnen gaan klaren. Oké. Waar is die? Juist hier. Kom maar door. Ja hoor. Wessel blijft ons aanspreken, maar we gaan voor de winst, Wessel. Sorry. Ik heb daar gewoon even geen tijd voor. Oké, nog één goud. Dan hebben we het helmpje. Dan gaan we naar boven voor de inktzak. En dan hoop ik dat het gewoon snel nacht wordt. Dan vinden we vanzelf wel een spin. Ja, ik hoor nu wel een zombie. Maar dat is nou net niet wat we zoeken. Waar kwam ik vandaan? Eigenlijk. Ik ben ergens langs gelopen. Voordat we goud vonden. Kwam ik hier? Vanaf hier? Oh, jongens. Oh. Volgens mij kwam ik vanaf hier. Nee, niet vanaf hier. Juist, 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 juist. En hier kon ik naar boven. Met het water. Zo. Come on, come on, come on. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Weet je wat ik hoop? Namelijk dat we een soort van gaan winnen. En dat Duffy, dat we hem kunnen pesten. Zo van, hey, jongen. Zie je, zo kan het ook. We gaan naar boven. Ik ga natuurlijk nooit genoeg supplies hebben tot aan de bovenkant. Maar weet je wat, we hebben het goud ook al. Ik ga gewoon met goudblokken plaatsen dan hoor. Ik dacht heel even dat we daar naar beneden gingen tieven. Maar dat viel mee. We doen het wel met iron. Want ik weet niet of we nog genoeg, of we genoeg goud hebben. We zijn hier aan de rand. Eens even kijken. Crafting table. Daar gaan we. Crafting tabletje. Geef ons een helmpie. Ja, we hebben een helmpie. Oké, dan moeten we op zoek naar de zee. Ah, dit is niet de zee. Inktvis, 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 inktvis. Hier is diep water. Het zou zomaar kunnen. Maar ik zie niks zwemmen. We moeten dan echt de zee hebben. Niet zomaar een moeraswatertje. Spinnen zijn ook welkom. Spinnen zijn ook welkom. Maar die zie ik eigenlijk ook niet. Oh my god. Oh, hier is wel open zee. Hier gaan we het wel kunnen vinden. Of nee, dit is ook gewoon water. Shit. Shit, 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 shit. Inktvissies. Ja, we hebben hier een tempel. Ook hartstikke leuk, maar dat hebben we nou net niet nodig. Zit hier inktvis in het water? Please. Inktvisies. Inktvisies. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Oké, let's go, let's go, let's go. Dan hoeven we alleen nog een spin te vinden namelijk. Ik heb zomaar het gevoel dat wij een eerste win kunnen pakken op dit kanaal. Holy shit. Alleen een spin. Ik moet alleen een spinnetje vinden. Normaal hè. 'S Nachts. Het zit er vol van hier. Ik word altijd gekild door spinnen.
Waar zijn de spinnen? Gun je broeder een spin. In de bossen misschien? Midden in de bossen? Is dat het? Moet ik gewoon niet op de zandvlakte zoeken, maar midden in het bos? Oh, je gaat me toch niet vertellen dat ik hierop ga verliezen, hè, jongens? Dat ik ga verliezen omdat ik geen spin kan vinden. In de nacht. Moet ik dan echt weer een cave induiken? Dan ga ik wel op zoek, hoor. Ik zoek wel een cave. Is goed. Is hier een cave? Of is het gewoon... Spin? Spin? Spin, spin? Nee, natuurlijk niet. Oh, ja, en zie je, dit soort dingen die kosten tijd. En die gaan ervoor zorgen dat ik ga verliezen. Die gaan ervoor zorgen dat er een andere guy gewoon rustig zijn kaartje kan afwerken. Oh, en mijn wortelen beginnen op te raken. Oh, jongens, dit wordt helemaal niks. Die cave trouwens, hè, waar ik net voor... Of nee, die tempel waar ik voorbij liep. Is dat een plek waar spinnen spannen, of niet? Want dan word ik heel boos. Waarschijnlijk zitten jullie dan straks in de comments van... Oh my god, Kevin. Je bent echt de spinnen... Oh, een Enderman natuurlijk. Die hadden we nog niet gehad. Nog meer creepers. Volgens mij zit er achter die creeper een spin. Volgens mij zit er achter de creeper een spin. Zag ik een spin of niet? Nee, natuurlijk zag je geen spin, Kevin. Ja, skeleton. Ik heb even geen zin in jou. Ik ben op zoek naar... Ja! 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 Nee! Weer... Oh, wat moet ik nou met string alleen? Oh... Come on! Oh, twee spinnen! Ja! Twee spinnen! Jongens, de eerste aflevering van Bingo. De eerste aflevering. Dit gaan we in Duffy's gezicht drukken, jongens. Oh, oké. We moeten lobby 1. Dat hadden we beloofd. Tenminste, gezegd tegen dingetje. Lobby 1. Hey, Wesse. Hallo. Hier, doen we een screenshot? Screenshot? Moeten we een screenshotje doen? Hè? 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 Gewoon omdat ik er een goede bij ben, omdat we gewonnen hebben. Mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze nieuwe video. Willen jullie vaker bingo zien op Kicks Games? Laat het dan heel even weten. We gaan gewoon langzaam weer beginnen met wat video's. Ik heb het heel erg druk gehad. Zoals jullie weten ben ik dus gestopt bij DDG. Ik heb een andere baan waardoor ik meer tijd heb in de avonden. En daardoor wil ik weer langzaam beginnen met niet iedere dag de belofte doen voor een video. Maar gewoon af en toe een videootje. Wessel is blij. Ik ben blij. We hebben een win. Jongens, laat het weten in de comments. En tag Duffy in deze video. Want dat vindt hij fantastisch, denk ik. Mensen, bedankt voor het kijken nogmaals. En hopelijk tot de volgende video. Wanneer dat is, nog geen idee. Ciao.